Lala, dames en heren, hartelijk welkom bij deze spannende aflevering van de Halloween Destiny Craft. We hebben het spel omgetoverd in een donkere sfeer. Robin, doe dat niet meer. Schrok je, hè? Ik pas er wel mooi bij je tussen. Ja, ga er maar staan hier, dan houden we jou gewoon als pop. Hier zo, ja? Oké, blijf er staan zo, ja? Ik hou je over een week weer op. Is goed. En tot na de intro. Doei! Okay, people, let's go to work. La 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 la. We zitten eigenlijk de Efteling te mixen met Disneycraft. Hallo meneer, iemand die we niet weten wie het is. Maar aan zijn groene klauwtjes te zien, moet het wel weten. Ben je Mickey? Nee, niet Mickey. Jeetje. Ja, dus, je bent iemand in het groen. Wie is dit? Het is een medewerker sowieso, hè? Of niet? Of is het... Nee, geen medewerker. Dan is het een admin. Ja? Het is een admin. Oké. Is het Roey? is het nee, Erik niet meer, hè? Gio. Ook niet Gio. Oh, ben ik het? Ja, toch wel. Nou jongens, dit is mijn spiegelbeeld. We hebben een nieuwe plugin in Disneycraft. En het doet als het goed is alles naar wat ik doe. Zie je het? Het loopt ook echt met me mee, zie je het? Nee, dan moet jij Leroy zijn. Oh, kijk. Hallo? Ben je er wel, Leroy? Wat is er gebeurd met je gezicht? Kan je niet meer praten? Nee, oké, nou goed. Dan, ik ga wel, ik succes met dat ding op je hoofd. Ja. We gaan in deze aflevering iets heel vets doen. We gaan namelijk Disneycraft verlichten. Het hele park is best wel donker. En dat betekent dat het dus wat meer verlichting moet krijgen. Zoals je ziet aan de overkant, bij Minnie en Mickey Mouse, die hier staan te kijken in hun Halloween kostuum. Kijken we uit over iets wat ik meer heb verlicht. Ik heb hier namelijk een lichtje toegeplaatst. Met de onderglas, de bovenglas. Daar op alle hoeken. En ik heb achter het logo heb ik ook wat licht geplaatst. En ik begon eigenlijk hier met dit sprookje. De assenpoester. Want het is heel donker en somber. Waardoor het zeg maar, ja, het ziet er dan wat minder uit. Omdat er geen licht op zit. Dus we gaan hier gewoon wat licht plaatsen. Ik stel voor, we maken hier gaten in. Zodat er wat variatie komt in het gebouw zelfs nog. Want dat is natuurlijk ook leuk. Zo, ik sloop gewoon hier de hele boel. Nou, de hele boel niet, maar gewoon een gedeelte. En ik wil eigenlijk hier in de attractie komen. Of in het gebouw. Dus ik doe gewoon de kompas. Zo. Even kijken, hoe zit het systeem in elkaar? Ik hoop dat je het kunt zien, want het is erg donker. Ik ga gewoon, ja, ik moet dit doen om het licht te kunnen bepalen. Ik ga hier wat lichten plaatsen. Ik doe gewoon extreem, nou niet extreem veel, maar gewoon wel een plaatje zo. En ik kan wel, nou dit is overdreven veel denk ik. Ik ga ze gewoon hiervoor plaatsen. Zo. En dan heb je ook zo'n soort van lamp. We gaan hier gewoon een lamp van maken. Zo. Hoppakee. En als het goed is hebben we nu al wat mooie verlichting. Ik wou hier nog wat glas op doen misschien. Of misschien zo van die eieren. Dat maakt het misschien ook wel gaaf. Ik ga gewoon eieren opgooien. Hoppakee. Of je zou nog zulke plates ervoor kunnen doen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Oh, dat zou ook nog best kunnen. Ik denk dat dat nog beter is dan eieren. Zo. Hier natuurlijk ook nog. Hoppakee. Nou, dat ziet er al redelijk goed uit nu. Even kijken of dit gebouw nu een beetje verlicht is nu. Nu is het wel... Ja, dan heeft het wel iets. Ik wil natuurlijk zo min mogelijk met torches werken, want torches zijn weer onrealistisch, omdat gewoon, ja, torches zijn fakkels en die zien ook niet echt in een pretpark. Dus dat is een beetje de bedoeling. Dit stukje gaan we nu ook verlichten. Ik denk dat er uit het torentje moet licht komen. Dus we gaan hier gewoon even wat slopen. En dan plaats ik hier midden, plaats ik gewoon een... dit is eigenlijk gewoon voldoende, dit. Zo, huppakee. Nu hebben we het torentje al verlicht. Dat ziet er echt al veel beter uit. Ik pak nog even de klooster dan, want die heb ik net uit mijn channel gehaald. Zo. Even kijken, want dan kunnen we nog meer verlichten. Hier een beetje... Je kan ook met beacons werken trouwens, want dat zijn ook hele leuke magische lampen, vind ik zelf.
Hier is het echt heel, heel erg donker. We kunnen trucken is hieronder gewoon wat licht zetten. Dan houden we deze in de inventory en dan plaatsen we... Oh, ik sloop even. Zo, en dan kan je hierop plaatsen. En dan, ja, het licht komt door het bosje heen. Toch, Robin? Ja, ziet er prachtig ja, uit. Ja, toch? Dus het licht is nu verborgen en zie je niet, maar is wel aanwezig. En kijken of ik het hieronder ook kan plaatsen. Even kijken hoor. Ik denk dat ik dat wel kan. Maak ik er gewoon 3 sporen van. Hoppakee. En zo. Is dat ook wel een beetje verlicht? Nou, dit ziet er al beter uit. We gaan naar het volgende stukje. Ik ga niet zo heel te park doen met mensen, maar dit is gewoon... ik vond het wel erg leuk om te doen. Ja, dit is een beetje een dark ride, dus we moeten sowieso ook binnenin deze attractie verlichten. Want dat is ook iets wat we nog niet echt veel hebben gedaan. Kijk, hier is een Sneeuwwitje, dus ik wil Sneeuwwitje eigenlijk best wel een lichtje geven eigenlijk. Dus wat ik ga doen is gewoon... Ik plaats gewoon een lichtje achter haar, zodat zij verlicht wordt. En hier staat de prins, die moeten wij ook verlichten. Dus ik doe gewoon een lichtje onder... Hier zo. Hoppakee. Kijk, Prins Charm is nou ook verlicht. Nou, hier is het ook wat vrij donker. Maar hier komt, het moet natuurlijk wel een beetje een dark ride. Of een dark loopattractie, dark ride idee geven. Dus misschien dat we hier achter ook nog een lichtje kunnen plaatsen. Dit is heel donker. Jullie zien het dadelijk wel. Zo. En dan ben ik mijn licht kwijt. Verdorie. Ik ben weer mijn glowstone kwijt. Ik ga er gewoon 2 neerzetten in mijn inventory. Dan kan ik ze niet meer missen. En dus hier op de achtergrond zie je ook nog wat... Het ziet wel gaaf uit trouwens, dit. Kun je dit nog slopen hier? Zo. Zo, dit ziet er gaaf uit zo. Die achtergrond, heel veel diepte, dat vind ik fantastisch. Nou, hier heb je ook... Oh, wat lelijk, die toortjes op de hoekjes. Ja, daar werkten wij heel veel mee, maar dit is zo gevaarlijk voor bezoekers. Je gaat geen toortjes doen. Toch, Leroy? Heeft Leroy al zijn... Hallo, Leroy? Ben je er nog? Ik ben bezig. Oh, oké, Leroy is bezig. We gaan hem niet storen. Hij is nog steeds bezig met dat ding om van zijn hoofd af te krijgen. Dus daar wachten we even gerustig op. Zo, ik laat hier ook nog gewoon zo'n lichtje. Zo. Hoppakee. En hier natuurlijk, hier ligt Sneeuwwitje in, dus we gaan hier achter wat plaatsen. Want ik wil, ja, ik wil wel dat we Sneeuwwitje goed zien. En waarom kan ik dat nu niet? Oh, zo. Zo. En dan hebben we Sneeuwwitje ook verlicht. En daar ligt ze in haar bedje te slapen. Deze bloem is door de crew geplant op 9 juli 2014. Wat grappig, joh. Ik zie het nou pas. Oh, die staat eronder. Oké. Ik vind het goed. Hallo. Vind je het mooi, Robin? Ja, het ziet er prachtig uit. Is het een leuke, ja? Is het een, ja, ik vind het toch, Disneycraft, in het, als het donker is, toch wat mooier. Apart, hè? Ja, het heeft wat meer magie. Ja, hè? Nou, hier staat de DC-cachère, die mag op zich ook wel een lichtje gebruiken. Ze is niet zo heel erg bruin. We hebben verlichte cachères. Absoluut. Zo. Ze heeft nu ook wel een beetje licht, waardoor er waarschijnlijk hier binnenin ook wat meer licht is ontstaan. Kijken we even naar de buitenkant van deze attractie. Hey, Leroy, is het gelukt? Ja, ja. Oh. Kijk, hey, Leroy, ben je er? Dit maakt het ook gaaf. Want namelijk, nu zie je, buiten is het donker en van binnen heb je wel wat sfeerlicht. Het ziet er goed uit. En dan ga ik dit gebouw nog even wat verlichten. Dit is ook een mooi gebouwtje, maar er wordt eigenlijk, gebeurt helemaal niks in. Eindelijk die lamp van mijn hars is afgekregen. Ja, was het pijn of? Ja, het duurde even. Zo. Nou, mooi dat het opgelost is. Ja, toch. Komt ook wat, een hele verlichting, neem ik aan. Ja, nee. Ja, dat ligt wel op, ja. Ja, toch wel, ja. Kijk, dit is ook een beetje een somber, donker gebouw, hier vooral. Ik ga hier, omdat hier wat groene planten staan, kunnen we misschien weer hetzelfde doen als wat we eerst deden. Dus glowstone. Zo. En dan hier ook nog een glowstone'tje. En dan plaatsen we daar gewoon groene struikjes op, zo. Toch met die gekleurde ramen is dat wel heel leuk. Ja, dat maakt het wel, hè? Ja. Misschien kunnen we hier in dit glaswerk ook nog wel wat laten verlichten. Kijk hoor. Plop. En... Oh, daar. Ja. Ik was hier net voor. Tje. Kijk, dat maakt het gaaf.
Nou, de car is natuurlijk ook één grote donkere plek. Duisternis. Ja, misschien kunnen we onder deze wagen wel even een glowstone aanbrengen. Dus dan zou ik zoiets hebben als dit. En dan moet hier wel glas achter. Of zo. Werkt dat niet met een... Oh. Nee. Zo? Nee, ook niet. Ik denk dat het met glas... Dat is niet mooi. Ja, maar zie je niet. Oh ja, zie je... Nee, zie je niet. Kijk maar. Het lijkt net een gat in de weg als je hier staat als bezoeker. Kijk. Ja, dat doet zo. Kijk maar, kom eens kijken. Het ziet er zo mooi uit. Ja, hè? Kijk, je ziet... Het lijkt nog of het gat in de weg is. Oh ja, is, ja. Maar alleen Leroy die weet het. Ligt ja, alleen wij en de mensen die de video nu kijken, die weten het. Ja. Oh, en er is nog iemand heel eng hier. Maar niet doorvertellen. Zie je het? Henk, kom eens aan. Hey Henk. Misschien kunnen we ook hier wat achter wat lichten... Oh, leuk. Zo'n brandweerlichtje. Ja. Lekker simpel. In die bomen verstoppen. Hoop. Zo, in dat... Leuk als dit nog even licht wordt. Kan het zand? Oh, daar komt er ook doorheen. Oké. Nou, dan doen we toch maar glas, denk ik. Misschien geel glas. Als je yellow glas doet, dan lijkt het net alsof het zandglas is, denk ik. Hè? Nou, het zou best wel kunnen, ja. Ja. Ja, dat is nog niet heel lelijk. Maar dat maakt het wel mooi met kleur. En hier op de achtergrond weer ook nog wat verlichting. Ja, dan pak ik toch de glowstone is weer uit mijn inventory. Ja, hij glipt er elke keer uit. Ja, altijd hè. Niks te doen. Een samenzwering. Oh, dit is gaaf joh, met die verlichting. Ja, daar kunnen we wat leuks mee doen. Het gebouw is ook een en al duisternis. Cars. Oh nee, dat kan wel zo op zich. Misschien dat hier nog een verlichtingtje in zit. Of een oventje wat open gaat. Even kijken hoor, kunnen we hier naar binnen in dat ding? Oh, die... Daar ben je. Oh, dan maak ik gewoon hier een glowstone in de grond zo. Hoppakee. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik denk dat dat wel dit kan. Dit zie je, want hij zit aan de onderkant van de auto. Oh shit. Jammer dit. Jammer dit, ja. Jammer dit. Heel dan, erg jammer. Dan moet ik hem boven doen hier. Achter, dat zou op zich kunnen hier zo in het midden, bij die trap. Dan zit hij er namelijk. Ja? Zit je hiervoor zit een... Ja. Ja, nu kan je hem bijna niet zien. Bijna, maar we nog wel. Bijna niet. Ik ga even kijken. Ik kom even kijken. Anders moet je er even één of stone slab neerleggen. Dat is misschien een beter idee. Gaat dat? Wacht even. Nee. Ja, dat is beter. Ja, je ziet waar je aan komt lopen. Alleen hier zou nog één en dan is hij goed. Ja, maar die kan ik dus niet plaatsen. Oh, zo. Zo. Ja. Zo is je goed. Ja, ja toch? Ja toch? Ja toch? Ja, ja toch? Ja. Ja toch? Niet wel. Zo. En deze mag ook nog wel een lichtje krijgen van achter. En dan plaatsen we geel glas. Zo. Oh, misschien hiervoor denk ik was beter. Ja, dan lijkt het net als je koplampen aanstaan. Dat is wel een goed idee, ja. Oeh, goed hoor. Zo, kijk eens. Dat is leuk, hij geeft inderdaad licht, inderdaad. Nou, het museum krijgen we natuurlijk hier. Dat straalt ook, ja, op zich binnenin is wel licht. Wat wel leuk is, de buitenkant, het gebouw is sowieso niet heel mooi. Dat ga ik nog een keer upgraden, want het is een heel saai, niet met ramen, er zit geen detail in het gebouw. Dat is echt een ugly gebouw, maar... Van de andere kant is het heel mooi weer. Er zitten heel veel details in, behalve de zijkant. Dat straalt heel weinig. De achterkant, vooral Leroy. Kijk hier. Dat is echt een drama. Het is een drama! Dram. Die zat ook allemaal op buttons eerst. Oh, leuk. Ja, nou ja, buttons. En ik denk dat we hier misschien nog beter een leuk lantaarnpaaltje kunnen neerzetten. Of hoekverlichting. Nog één. In die hoek. Nou, gewoon hier in de hoek. Verdieping. Als we nou hier een ding maken, kijk. Oh. Oh zo. Ik dacht in een lantaarnpaaltje. Gewoon iets. Oh, daar is het nog, ja. En doe je een beacon, dan heb je gelijk alles, hoppakee. Heb je heel die hoek leuk verlicht, sfeerlichtje. Doe er een ding op, dat gaat natuurlijk weer niet. Dus dan moet je... Dat gaat ook weer niet. Potverdorie. Dan maar zonder
Ja, inderdaad. En wel het groen erbij zit. Kan wel, hè? Yeah! De donderbaan, mijn favoriet. Kijk eens hoe donker en somber die is. Zelfs met de redstone nog aangedreven hier. Dat kan weg voor met die redstone hier. Dat zou weg kunnen, ja. En dit is de laatste attractie die we gaan doen in deze aflevering van deze Disneycraft aflevering. De verlichtende Disneycraft aflevering. Ik zie hier trouwens ook dat er heel op rare manieren lichten zijn geplaatst. Maar... Je wordt er licht in je hoofd van. Ja. Oh, hier ga je natuurlijk al, hier ga je al iets proberen bij de Donald. Ja, ik weet niet of... Ja, kan. Of zijn oogjes licht laten. Nee, dus... Ja, weet je wat? We kunnen hem ook gewoon... Kijk. Zo, let op wat ik ga doen. Ik maak hem gewoon eentje dikker. Dus dat je er 3 lagen hebt. Ik vind het helemaal mooi zo. En dan geen rare stokken meer. Die hem bij tegenhouden, zo. Oh, natuurlijk wel natuurlijk realisme. Het afstapje zo, aan de zijkant. En dan doe je het licht in het midden. Waar is het licht aan het midden? Is er een midden meer? Ja, tuurlijk wel. Nee? Nu snap ik het even niet meer. Oh, ik moet die ogen nog verder doen. Daar, plaats waar het glowstone is. Tegen het witte blokje aan, ja? Ja, dank u. Dus dat... Oh, daar komt de trein. Oh, hallo trein. Zo. Nou kan die, hè? Ja. Super. Even hier ondertussen even te kijken hoe ik wat onder die bosjes kan pleuren. Lekker verstoppen. Oh, dat Donald hoofd. Heb je dat gedaan? Wat heb ik gedaan? Zo, onder dat... Ja, ik dacht... Ja, is leuk. Dan is het misschien wel leuk als je het ziet. Dat is heel gaaf. Hé jongens, je vindt dat ook gaaf, toch? Zo. Ja. Ja, toch? Ik vind van wel. Ik vind... Ja, hier ook nog wat... Hier is natuurlijk redstone. Dat moet ik wel laten staan hier met die baan. Dat vind ik wel fantastisch. Dat is echt oldschool namelijk. Ja, dat is echt oldschool. Ja. Ik ga hier gewoon wat stiekem wat licht onder plaatsen. Zodat je daar wat verlichting hebt. En... Onder die bush. Ja, gewoon onder een bushie. De bushies. Onder een cushy bush. Bush. Heb ik nog wat groen in de attractie? Kijk, dit verlicht wel op. En hieronder misschien nog. Dit licht wel op. Zo. Kijk, dit maakt het al wat aantrekkelijker. En hier nog in de hoek vind ik nog wel wat. Zo. Kan je al naar kantoor vraagt iemand? Ja. Warpkantoren. Ja? Oh, dat kan je misschien zeggen. Warpkantoor. Of ik kan het ook nog beter doen. Dit is misschien ook leuk om hier nog wat in te zetten. Qua lowstone. Even kijken hoor. Zo. 1, 2, 3. Zo. En dan plaats hier gewoon een glasblok. Misschien wat donker glas. Misschien. Heel wat tof zou zijn, Leroy. Bovenop die vlag nog een glowstone. Van de donutbaan. Als... Oh, hier zo bedoel je? Ja. Gewoon... Kom. Yay. Zo. Nou mensen, nice. Dus binnenkort kunnen jullie deze lichtelijke verwonderingen zien in Disneycraft. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En als jullie meer van zulke verlichtingsvideo's willen, laat het gewoon weten in de comments. En dan zien we je volgende keer terug. Bedankt Leroy en Robin voor het meedoen aan deze video. Yo. En doeg! Eet veel lampen.